klas. Stilte nu. Ik wil voor de spreekbeurt graag het woord geven aan Wolf. Wolf, ga je gang. Hallo allemaal. Ik wil jullie vandaag graag iets vertellen over de dood. Je kunt op verschillende manieren doodgaan. Ik geef een paar voorbeelden. Hartaanval, kanker. Van een flat afvallen, doodgestoken worden, vergif drinken. Eén minuut. Dat is veel te kort. 11 maanden geleden zag ik 2 agenten aanbellen bij de overburen. Eerst zag ik een politieauto. Toen zag ik 2 politiemannen aanbellen. De overbuurvrouw deed de deur open. En de mannen deden allebei hun pet af, precies tegelijkertijd. Toen zag ik de vrouw op straat gaan liggen. Ze gilde, eerlijk gezegd, nogal hard. Hoe ziet een dode er van dichtbij uit? Vraagteken. En ligt jullie vader onder de grond of hebben ze hem verbrand? Is het eng? Wat betekent gecondoleerd? Precies. Thank you.